De afgelopen tijd was droogte het gesprek van de dag. En wij gaan het er nu ook over hebben met Kees Willems van Trivetto. Welkom. Goedendag. Hoe kijkt Trivetto nou aan tegen droogte en dan met het oog op bemesting? Nou, we zien in Nederland dat op dit moment de gewasopbrengst eigenlijk beperkt wordt door de hoeveelheid stikstof en fosfaat die opgenomen kan worden. We hebben dus de maximale opbrengst eigenlijk bereikt. Als je dan gaat kijken dat de laatste tijd met de droogte die we gehad hebben, vocht een beperkende factor kan zijn. En in dat vocht heb je nodig om de nutriënten op te nemen. Ja, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat die vochtbeperkende factor zo klein mogelijk gemaakt wordt. Ja, en dat kan dan bijvoorbeeld een meststof als kali doen? Dat kun je bijvoorbeeld met kali doen, ja. Kali is een meststof die in de plant zorgt voor een heel aantal processen. Het zorgt voor de wortelontwikkeling in de plant. Het zorgt voor dat in de cellen de osmotische druk goed blijft. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat een plant met een voldoende kaliumvoorziening heeft minder verdamping als een plant met een te laag kaliumvoorziening. Dus je houdt al het vocht wat erin zit, hou je er heel goed in? Ja, je hebt dus per kilogram geproduceerd product, droge stof, heb je dus minder vocht nodig als een plant met een lager kaliumvoorziening. Ja, precies. En dan spreek je eigenlijk over in de plant? In de plant, ja. En doet het ook nog wat op andere gebieden? Ja, in de bodem bijvoorbeeld. Als je gaat kijken, de bodem, vocht in de bodem, zou ik maar zeggen, wordt eigenlijk vastgehouden door de zogenaamde mesoporiën. Anders gezegd, je moet de bodem zien als een soort spons. Yeah. En de structuur van die spons bepaalt de hoeveelheid vocht die vastgehouden kan worden. De zogenaamde veldcapaciteit. Als je dan kali, een goede kalievoorziening hebt, heb je meer poriën in de bodem. Dus een hogere veldcapaciteit, dus meer beschikbaar water voor de aardappelplant. Ja, precies. En uiteindelijk, meer water zorgt dus voor meer beschikbaarheid ook van andere meststoffen. Want dan is het kan het beter getransporteerd worden in de plant. Ja. En uiteindelijk, nu zitten we tegen de bewaring aan, tegen de oogst. Hoe kan kali dan nog voor Als je voldoende kalium hebt in de plant, kalium zorgt voor een betere bewaarbaarheid, minder kans op stootblauw als de kaliumvoorziening goed is. Ook is het zo, niet alleen qua bewaarbaarheid, maar ook qua kwaliteit. Als jij een goede kaliumvoorziening hebt, heb jij een betere omzetting van suikers naar zetmeel en daardoor een hoger onderwatergewicht. En tevens is het zo dat een goede kalievoorziening ook zorgt voor een minder last van een bruinverkleuring als je naar de bakkwaliteit bij Fiet gaat kijken. Ja, dus niet beperken op kali. Maar wat geven jullie dan aan als maat van hoeveel moet je kali bemesten? Nou, wij geven eigenlijk altijd aan dat je sowieso de grond moet bemonsteren. Met het grondmonster wat je dan krijgt, kun jij gaan kijken naar wat je moet gaan brengen. Als je dan weet dat kali bijvoorbeeld, of een aardappelplant 350 kilogram kali per hectare onttrekt in een seizoen. Dan weet je natuurlijk als je een grondmonster hebt met de hoeveelheid kali die er nog in de bodem zit, wat je nog bij moet geven uit drijfmest of kunstmest. Ja. En dan als er dan veel beregend is, zorgt dat dan ook nog voor uitspoeling? Moet je dan nog extra kali doen in de volgende? Ja, dat is wel aan te raden, want op de lichtere gronden, waar over het algemeen heel snel en ook eerder beregend wordt, heb je dus meer kans op uitspoeling. Je hebt een lagere CEC, je hebt een lager organisch stofgehalte. Daardoor kan er ook de kali makkelijker naar diepere lagen uitspoelen met heel veel regenval. En dan zijn er dan nog bepaalde blends waarmee je dan die kali het beste kunt geven? Want dat hebben we in de vorige video al besproken, dat jullie daar heel goed in zijn. Blends wordt in de aardappelteelt wel toegepast, maar voornamelijk ga je bijvoorbeeld vroeg in het seizoen met bijvoorbeeld een kali 60 aan de gang. Geef je voor het teeltseizoen of net met het begin van de teelt, dat de chloor die in die kali 60 zit kans heeft om uit te spoelen. In de teelt zelf wordt er vaak bemest met de chloorarme meststoffen, patentkali en kaliumsulfaat bijvoorbeeld. En wat hebben die dan nog weer als extra voordeel? Nou, het voordeel is dat ze chloorarm zijn, maar er zit ook bijvoorbeeld zwavel in. En heb je patentkali, zit er ook nog een keer magnesium in. Ja, en dat is ook belangrijk voor de aardappelteelt. Ja, magnesium, zoals je al weet, is heel belangrijk voor de ontwikkeling van bladgroen. Ja. Bladgroen is weer nodig voor de fotosynthese. Dus als jij een tekort aan magnesium hebt, heb je dus minder bladgroenontwikkeling en daardoor heb je kans op minder droge stofopbrengst. Ja, en zwavel dan? Zwavel zorgt ook voor een opbrengst, maar niet alleen opbrengst, maar ook voor smakelijkheid van de aardappel zelf, zou ik maar zeggen. Dus okay. Als de aardappel verwerkt wordt met zwavel erbij, heb je een iets smakelijkere aardappel. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant. Ja. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee in de aardappelteelt. Dit was Boeren Business TV.